De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie PAHO heeft gisteren in samenwerking met het AZP een informatiebijeenkomst gehouden over borstkanker. Dit is gedaan als afsluiting van de borstkankermaand die 1 oktober begon en gisteren werd afgesloten. Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen in Suriname. De informatie is verschaft door een deskundige medisch panel en ook door vrouwen die deze ziekte hebben overwonnen. Een van deze vrouwen, Nisha Reiger, vertelt hoe zij heeft ontdekt dat zij borstkanker had. In 2016 ontdekte ik eigenlijk een pijn in mijn linkerborst, onder mijn tevelhof. En ik sprak met de arts en die zei me nou, het zal in de menopausale periode zijn. En op dat moment was ik dus 53 jaar. Maar ik dacht nou, ik heb 2 borsten, waarom die ene borst alleen? Dus precies een jaar daarna ben ik naar mijn huisarts gestapt. En voor een mammogram, die ik eigenlijk al de laatste was 5 jaar geleden dat ik had gemaakt. Ik moet wel bij vertellen dat ik eigenlijk in die periode van 2014, 15, 16 in een hele moeilijke periode zat. Een gezondheidsprobleem met mijn man. Ik moest dealen met een man die Alzheimer had ontwikkeld. En dat was voor mij toch wel moeilijk om mee om te gaan. Dus stresssituatie. Nou, ik heb dus op die bewuste 3 januari 2 mammogram moeten maken en die bleken dus niet goed te zijn. En ik moest daarna weer een echografie maken. Steven Hofwijks, die zijn vrouw verloor aan borstkanker, deelde de andere kant van het verhaal met de aanwezigen. Je realiseert je pas veel later dat kanker echt is, zegt Hofwijks. En toen pas kon ze verwerken, oké, ik heb kanker, wat doe ik nu? Want tot op dat moment was het alleen maar pijn. Pijn, avonden, huilen, naast haar bed, bidden. Heel veel ondersteuning gehad van onze kerkfamilie, van onze familie. Zelf, vrienden, kennissen, adviezen. En dat allemaal in die 4-5 maanden, 15 augustus, slaat mevrouw in. In het Jacobinense ziekenhuis. Een enge dag. We waren allemaal naast haar bed. En ze trekt haar laatste adem. En je leeft ermee als manspersoon. En eigenlijk, de realisatie die ik heb is als vader. Weet ik direct dat ik 1 ding nooit aan mijn kind kan geven, dat is zijn moeder. Dat is, dat is die andere kant van het verhaal, dat kanker echt is. Het is niet zo ver van je bed show als hoe je denkt. Het is altijd van het ene op het andere moment. Steven Hofwijks, die zijn vrouw na de geboorte van hun lang verwachte kind aan borstkanker verloor. Hij sprak gisteravond in Theater Thalia tijdens informatieavond in verband met de afsluiting van de borstkankermaand. De infoavond is georganiseerd door de PAHO en het AZP.